Hi, ik ga jullie uitleggen hoe je met behulp van dit boek, jouw intuïtieboek, met 4 stappen beter je intuïtie kan volgen. Stap 1. Neem de tijd voor jezelf. Ga lekker ergens zitten op een rustige plek waar je niet gestoord kan worden. Stap 2. Hou je gesloten intuïtieboek met je rechterhand vast en met de voorkant naar boven. Stap 3. Pak je intuïtiekaart met je linkerhand uit de eerste pagina van het boek en stel jezelf die ene een belangrijke vraag. Iets over een bepaalde situatie in je leven of iets dat je echt nu moet weten. Stap 4. Focus je op de vraag en op de situatie en steek de intuïtiekaart ergens intuïtief in je intuïtieboek. Je linkerhand wordt aangestuurd met je rechter hersenhelft waar je intuïtieve vermogen zit. Vandaar de linkerhand. Vervolgens sla je het boek open op de pagina waar de kaart is beland. En dan laat je wat je leest op jezelf inwerken. En dan bedenk je natuurlijk even wat dit zegt over jezelf of over de situatie waar je je nu in bevindt. Over de mensen om je heen, over je leven. En dat is hoe je jouw intuïtieboek gebruikt. Succes met je intuïtie volgen.